Aan tafel komt zitten Vincent Ike, sterrenkundige, natuurkundige, professor. Zit vaker bij ons aan tafel als het gaat om de wonderenwereld van de ruimte. Daar weet hij ongelooflijk veel van. Gewerkt met Stephen Hawking, gestudeerd met Stephen Hawking. Zeer hoog gekwalificeerd. En de laatste keer dat we elkaar spraken, Vincent, hier aan tafel... toen liet jij je ontvallen en dat wekte onze nieuwsgierigheid. Ik heb ook op de Rietveld Academie gezeten. Ik heb ook een opleiding tot kunstenaar genoten. Naast mijn beta-studie. En ik heb me verdiept in hoe ruimtevaartuigen eruit zouden kunnen zien. Ja. Niet puur fantasie, want ik ben ook nog een wetenschapper. Dus ik denk dat ik een beetje weet hoe dat zou kunnen. Nou, we kennen natuurlijk ongelooflijk veel ruimtevaartuigen uit de science fiction, boeken, films. Want ik weet een beetje wat jij bedacht hebt. Dat lijkt helemaal niet op wat we tot nu toe kennen. Laten we eerst maar eens kijken naar wat we kennen van de televisie, van de films. Hè? De fantasie van de makers, van de regisseurs, van de schrijvers, noem maar op. The 9000 series is the most reliable computer ever made. Foolproof and incapable of error. Thunderbirds are go. We are going in! Captain's log, stardate 1512. Het is maar een greep, hè? Verre van volledig. Zit er een ruimtevaartuig bij waarvan je denkt, ja, dat is mijn favoriet? Ja, mijn favoriet hier is dat eivormige ding uit Arrival. Oké. Okay. Dus Arrival is sowieso een fantastische science fiction film, omdat het ook over taal gaat. Mm-hmm. Niet alleen over techno-kanonnetjes vechten, wat al niet, maar deze hier. Mm. Oké. Okay. Als beeldend kunstenaar gezien, heeft dit een volkomen pure vorm. Zonder plastic aanknopingspuntjes of zo. Geen dingen die lijken op een straaljager of daaromtrent. Geen Millennium Falcon, maar dit. Dat is mijn favoriet. Het is gewoon een ei. voor ons is dat een ei. Nou, in de film zijn het er 12. Hè? Dus die 12 die komen op onze planeet. Maar het is niet zoiets als dit. Nee. En ik zou onder andere zeggen waarom. Omdat hier, als het ware bij deze, gewoon geen enkele poging wordt gedaan om uit te leggen hoe het werkt. En als je naar zo'n Millennium Falcon kijkt, dan snapt iedere knurft hoe dat werkt. Dat kun je zelf zien aan hun houding, want ze hebben dezelfde vliegvorm. Dat is Star Wars, hè, toch? Ja. Ja. Ze hebben precies dezelfde vliegvorm als een gewoon vliegtuig op aarde. Altijd met de onderkant naar beneden en de bovenkant naar boven. Nou, in de ruimte is helemaal geen onder en boven. Dus dat is een gemiste kans. Hmm. En wat ze hier dan doen met die... Ja, maar echt, ja, nee. als je nou regisseur bent... of je probeert echt iets volkomen indrukwekkends vorm te geven... dan moet je van je mogelijkheden gebruik maken. Je kunt het zelf zien bij NASA. Hè? Kijk op de webstack van NASA naar al die planeten. Die planeten zijn altijd zo met het bolletje op deze manier. Hoe komt dat? Omdat je achterwerk ook in die richting staat. Maar niet omdat dat in de ruimte zo is. Okay. Dus, ja. Maar even, we gaan toch... Ik kan bijna niet wachten om het aan iedereen te laten zien. Jij bent volgens mij 2 of 3... Je denkt natuurlijk al je hele leven over na, over buitenaards leven, misschien beweging, misschien een voertuig. Enfin, het is allemaal nog science fiction en volgens mij bestaat het niet. Maar je weet het nooit. 2, 3 jaar geleden heb jij je er echt toe gezet... en ben je gaan nadenken en ontwerpen en tekenen. En dat willen we nu zien. Hoe zo'n ruimtevaartuig van buitenaards wezen eruit zou kunnen zien. Ja. Laat zien wat je hebt gemaakt. Nou, als je het goed vindt, even een klein stapje terug waarom het begonnen is. Want ik was een boek aan het schrijven over buitenaardse wezens. Een exoburen noem ik ze. Dat is het, hè? Reisbureau Einstein. Ja. En in principe in de natuurkunde weten wij... dat je, omdat tijd relatief is... als je maar snel genoeg gaat, ten naaste bij kunt komen waar je wilt in een redelijke tijd. Naar het centrum van ons melkwegstelsel doe je het als een lichtstraal 25.000 jaar over. Want sneller kan niet. Maar met een relativistisch ruimteschip kun je daar in 14, 15 jaar komen. Dat gaan jullie dus nog meemaken als je zo'n ruimteschip zou hebben. Ja. En vervolgens, dat is niet echt in dat boek... maar vervolgens ging ik me afvragen in mijn hersengedeelte als beeldend kunstenaar... is goed dat de natuurkunde dat zegt, maar hoe zou dat eruit zien? Mm-hmm. En toen kwam het dus op het idee van niet als zo'n bierblikje, zeg maar... zoals we net gezien hebben, of iets wat eruit ziet als gewoon een vliegtuig... maar iets compleet anders. Ja. En het idee daarbij was... Het is allemaal ideeën, hè? Ja, dat is niet we willen het zo langzamerhand zien. Ja, ook goed. Goed. Nou, ik ga een voorbeeld geven.
Een van de dingen die je moet bedenken hierbij is dat je moet je beperken. Je kunt fantaseren wat je wilt. Hè? En is dit een ruimtevoertuig? Dit is een van mijn ruimtevoertuigen. En je vraagt je af, hoe komt die vorm daar nou? Nou, als je een kunstwerk maakt, je kunt fantaseren van hier tot aan de overkant, maar je moet je beperken. En hoe beperk je? Nou, dat heb ik in dit geval gedaan door de wetten van de natuurkunde te gebruiken om die dingen bij elkaar te houden. Dan moet je keuzes maken. Dus in dit geval bijvoorbeeld maak ik de keuze om hem nu weer te geven of op een andere manier. Zal ik je een voorbeeld laten zien? Mag ik je ook nog een tussenvraag stellen? Nou, vooruit. Waar zit, zijn al die dingetjes bij elkaar het ruimtevoertuig of zit dat bolletje in het midden het ruimtevoertuig? Ja, in het beeld wat ik voor ogen heb. Al dat vele ding is weg? In het beeld wat ik voor ogen heb. In het beeld wat ik voor ogen heb, in dit speciale geval, want ik heb ook een heleboel andere gemaakt. In dit geval is het zo dat die twee onderdelen van dat ruimteschip, dus deze en deze, die hebben gewoon een soort centrale vorm. Maar daaromheen zijn een hele hoop losse onderdelen. En dus ik heb video's gemaakt van de manier waarop dit door de ruimte beweegt. Maar is dat nou esthetisch, die losse onderdelen, als kunstenaar? Of hebben ze dan een functie voor de wetenschapper? Dit is eigenlijk alleen maar beeldende kunst. Alleen de manier waarop die dingen in de ruimte terechtgekomen zijn. Daarvoor heb ik gebruik gemaakt van computercode die ik op een andere manier gebruik. Namelijk om te berekenen, echt in de sterrenkunde, hoe sterrenstelsels met elkaar botsen. Als onze Melkweg en de Andromeda-nevel met elkaar in aanvaring komen, dan zorgt de zwaartekracht ervoor dat ze op een bepaalde manier vervormen. En dat kun je gebruiken als input voor die beeldende kunst. Beeldende kunst, de uitnodiging was, je hebt een ruimtevaartuig bedacht. Ja. Ja. Is dat nog steeds zo? Ja, dat is nog steeds zo. En bedenk even als je. Waarom zit een ruimteschip bij ons eruit als een sardineblikje? Ja. Dat komt omdat voor ons mensen de ruimte ontzettend gevaarlijk is. Dat vragen we aan André Kuipers, die zit hier ook wel eens aan tafel. Dat is loeigevaarlijk. Mm-hmm. Maar stel je nu voor in je gedachten, wij weten niet of dat kan. Ja. Maar stel je voor in gedachten, je bent niet een onderdeel van Bos en Lommer, maar je bent een onderdeel van een maatschappij die onze hele Melkweg bewoont. Mm-hmm. Dan moet je kunnen reizen over afstanden van 10.000, 100.000 lichtjaren. En dan is de ruimte je natuurlijke element. Dat is niet meer vijandig. Dan is de ruimte net voor jou zoals het water voor een vis. En stel je voor, nou, als een vis door het water gaat, of een hele schoolvis, want dit kun je beschouwen als een schoolvis in zekere zin. Die voelen zich lekker daarin. Dus zo'n ruimteschip beeldt als het ware uit. Vanwege het feit dat het een hele hoop losse onderdelen zijn. Zij voelen zich daar senang. Zij voelen zich daar lekker. Ja. De ruimte, dat is hun element. Zitten er, het wordt bemand, hè, dit ruimteschip. Dat is weer een fantasie daarvoor. Maar die moeten we wel maken, want anders dan is er een onbemand ruimteschip. Dat vind ik ook een rare fantasie. Nou ja, dat hangt ervan af wat een buitenaards organisme is. Ja. In dit geval niet heel groot dus. Nou, de afmetingen heb ik hier niet bijgezet. Ja. Daar ben ik nu aan bezig om te kijken hoe je dat kunt suggereren in beeldende vorm. Ja. Als je bijvoorbeeld naar deze kijkt, die hier op de achtergrond. Ja? Zie je hem? Hier heb ik echt geprobeerd om niet alleen dat ruimteschip te maken, maar ook te laten zien wat dat met de ruimte doet. Dus de plooiing, de vervorming van de ruimte. Je had het net over Stephen Hawking en zo. Mensen die bestuderen hoe de ruimte eruit ziet. De aanwezigheid van dit ruimteschip zorgt ervoor dat de ruimte vervormt. Dat heb ik hier dus in dit beeld ook weergegeven. Ja. Alleen wat die exoburen nu zijn, dat weet ik niet. Ben jij er nog? maar is het nou, jij hebt dat gedaan en dit gedaan en dat gedaan, maar in hoeverre is het fictie, dus gebaseerd op de fictie, en in hoeverre is het gebaseerd op echte wetenschap, wat je hebt gedaan? De vorm is echte wetenschap. Want die vorm die heb ik gemaakt met behulp van de wetten van de zwaartekracht. Ja. Alle andere dingen zijn puur fantasie uit de dikke duim gezogen. De kleuren. Dat is de beeldkunstenaar. Ja, dus de kleuren, het ogenblik dat ik hier deze opname maak. Dus je had hem ook geel kunnen maken?
Dat kan ik ook doen, ja. Ja. Ik heb heel erg lang geëxperimenteerd met kleurstellingen en dergelijke. Maar dat doe je als beeldkunstenaar altijd natuurlijk. Mm-hmm. Vincent, toch nog even weer een praktische vraag. Dit is een ruimtevaartuig. Ik vroeg al, bemand of onbemand, bleek een nutloze vraag te zijn. Oh, nee. Want waar zitten dan de ja, ik heb nu neer iets anders. Maar goed, waar zitten de mannetjes? Beestjes. Er zijn diverse mogelijkheden. Als je gewoon doorfantaseert over niet alleen dat ruimteschip... maar ook hoe zouden exoburen, dus onze mensen eruit kunnen zien. We hebben het er even over Arrival gehad, die film. Moet je maar eens gaan bekijken hoe die eruit zien. Een soort van octopussen of daaromtrent. Ja, maar dat is fictie. Maar dat weten we echt niet. Nee, maar een buitenaards wezen, een exobuur, hoeft niet eens één vorm te zijn. Denk bijvoorbeeld aan een termietenkolonie. Eugène Marais, een Zuid-Afrikaanse schrijver... die heeft eens een keertje een termietenkolonie beschreven... alsof het één organisme was, gewoon één wezen. Mm-hmm. En dat wezen bestaat uit een hele hoop losse onderdelen... die allemaal een eigen functie hebben. Maar dat is in je lichaam ook zo. De cellen van mijn lichaam hier, die hebben een taak. En die is heel anders dan de cellen van mijn lichaam daar. Die hebben een andere taak. En toch werken ze samen om één Vincent te maken. Op soortgelijke manier zou dat ook met de exoburen hier kunnen zijn. Elk van die onderdelen kan een stukje zijn van zo'n exobuur. Fascinerend, fascinerend. Dank je wel.